Rutte zet volop in op duurzaamheid. Zoals veel gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het land van Maas en Waal is ook de politiek van Rutte zich bewust van het feit dat de gemeente op termijn energie-neutraal moet zijn. Donderdagavond werd rondom dit thema in Druten een bijeenkomst georganiseerd. Nou, Druten gaat nu beginnen. Dit is de start. Ja, we gaan eerst ophalen wat of de inwoners ervan vinden, wat of ze willen. En aan de hand daarvan gaan we een beleidsplan opstellen. Het doel wat het moet worden. Nou, wij hebben ons gecommitteerd aan het Gelders Energieakkoord. Dat betekent dat in 2050 dat de hele gemeente energie-neutraal moet zijn. Dat wil zeggen dat we geen niet duurzaam opgewekte energie meer gebruiken. En in 2040 dan moeten de woningen eigenlijk al nul op de meter zijn of energie-neutraal. Die plannen die zijn er nog niet concreet. Er zijn aanvragen. Er zijn aanvragen binnen de gemeente voor de aanleg van zonneparken. Er is een aanvraag voor windmolens. Maar wat wij willen doen is nu eerst ophalen bij de inwoners wat zij ervan vinden, wat zij willen. En kijken of dat haalbaar is. En dan gaan we daarmee aan de slag.